Wat een tegenstellingen in de show deze nacht. Ongelooflijk eigenlijk. Want hoorde je eerst allemaal van die prachtige liefdesliederen vol passie. En dan krijg je dit. Bob Marley and the Wailers. No Woman, No Cry. Ja, ja. Maar goed. Het is niet anders. Het is wel een prachtig nummer uit de jaren 70. En er is ook nog een cover van, geloof ik, van Boney M. Als ik me niet vergis. Even iets heel anders. De Rotterdamse vrijwilligerswedstrijd is geopend. Ja, dus vrijwilligers worden binnenkort in het zonnetje gezet. En dat komt allemaal door de stichting Yes We Care. En daarover praat ik met Floor Wijburg. Welkom in de show. Dankjewel. Yes We Care. Nou, ja. Dat doet me denken aan een toespraak van Obama. Ja. Waar staat jouw stichting voor? Nou, onze organisatie, de naam komt uiteraard ook van Yes We Can van Obama, omdat we wel ongeveer in eenzelfde gedachtegoed iets wilden opzetten. En onze stichting zet zich in voor maatschappelijke organisaties en wij maken hun behoeften kenbaar richting het bedrijfsleven en mogelijke donateurs. En dat doen jullie als vak, als beroep? Wij zijn allemaal ook vrijwilliger. Dit doen wij allemaal uit overtuiging. Uit overtuiging? Overtuiging, ja. Uit wat? Overtuiging dat de nieuwe economie, zoals we die nu ingaan, anders ingericht moet worden. En gelukkig horen we dat uit heel veel richtingen. Dus dat betekent meer maatschappelijke betrokkenheid, meer vrijwillige inzet. En uiteraard dragen wij zelf ook dit uit. Ja, maar Nederland staat toch bol van de vrijwilligers, zou je zeggen? Klopt, klopt. Ja, er zijn heel veel vrijwillige initiatieven. En juist ook willen we dit stimuleren. Maar we willen ook zichtbaar maken dat er ook behoefte is aan zaken uit het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld kennis. Een projectmanager zou heel goed zijn kennis kunnen geven aan een maatschappelijke organisatie. Mm-hmm. En die zou dan geen vrijwilliger zijn, maar die zou dat meer doen uit maatschappelijke betrokkenheid. Ja, dus eigenlijk uit die term maatschappelijk ondernemen ook. Ja, klopt. Dat stimuleren wij ook ten zeerste. Goed. Nou zijn jullie op zoek naar de topvrijwilliger 2012. Nou ja, kan ik me herinneren dat er een vrijwilligersprijs was in Rotterdam. Wat is daarmee gebeurd? Dat klopt ook. Verleden jaar kon de vrijwilligersprijs helaas niet doorgaan. Wat wij vernamen omdat er reorganisatorisch het een en ander ging veranderen. Maar ook budgetair dat het niet haalbaar was. Dus vandaar dat wij nu ook de prijs hebben georganiseerd. Voor de verkiezing van de Rotterdamse topvrijwilliger. Maar zeg ik het dan wel een beetje scherp als ik denk van dat er wordt bezuinigd op de mensen die al niks kosten? Nou, kijk, vrijwilligers kosten sowieso altijd iets voor een organisatie. Want er zit mankracht achter, er zit kennis achter, er zit tijd in. En ik kan me ook voorstellen, daar kan ik niet over oordelen, maar ik kan het mijzelf zo voorstellen, dat als een andere organisatie een dergelijke prijs organiseert, dat daar zelf heel veel kosten mee gemoeid zijn. Hè? Je moet toch rekenen op de locatie, op de verkiezing, op de prijzen. En daar gaat toch wel heel wat geld mee gemoeid. Ja, dat begrijp ik. Maar het gaat natuurlijk om dat de mensen die dat werk dan weer doen, het vrijwilligerswerk weer niks kost. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar als je ze wil belonen, dan kost dat weer wel geld. Ja, vooruit maar weer. Maar goed, jullie gaan dat nu zelf organiseren. De topvrijwilliger van 2012 of topvrijwilligers. Zijn er verschillende categorieën vrijwilligers die jullie willen of in het zonnetje willen zetten? Ja, klopt. We hebben 7 categorieën gemaakt. Allerlei verschillende categorieën, omdat juist het Rotterdamse vrijwilligerswerk heel divers is. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan de categorie zorg en welzijn, de categorie kinderen, maar ook dieren en natuur. Of zelfs de beste buur. We willen ook echt de naastehulp in Rotterdam naar voren brengen. Je hoeft niet altijd in dienst te zijn van een maatschappelijke organisatie om vrijwilliger te zijn. Yeah. Dus we hebben 7 verschillende categorieën. En in totaal worden er 50 vrijwilligers uitgenodigd voor een VIP-ochtend op de Wilhelminapier. Kijk, kijk. En hoe gaat zo'n verkiezing nou in het werk? Hoe kun je daaraan meedoen? Nou, mensen kunnen hun vrijwilligers nomineren of hun buren als ze weten dat ze altijd klaarstaan voor anderen. Dat kunnen ze doen via onze website. En dat is yeswecare.nl/topvrijwilligers. Mm-hmm. Daar kunnen de mensen nominatie doen via Facebook, via LinkedIn, maar ook gewoon via mail. De nominaties worden vervolgens door ons verspreid, zodat iedereen kan zien welke vrijwilligers er genomineerd worden. Want juist die beloning is zo belangrijk, die waardering. En daarnaast zal er een commissie zich buigen over de inzendingen en daar de hele moeilijke taak hebben om de 50 topvrijwilligers uit te kiezen. En die krijgen dus een VIP-arrangement, zou ik zeggen. Ja. En ja. Wanneer gaan jullie het dan bekendmaken? Wanneer de nieuwe of de topvrijwilligers zijn gekozen?
Op 25 mei worden de winnaars bekend. Dat zijn dus de 50 vrijwilligers die de ochtend op de Wilhelminapier mee mogen. En tijdens die ochtend worden de echte winnaars binnen de 7 categorieën uitgekozen door de jury. En die worden nog eens extra in de zon gezet? Ja, dat zijn echt dan de topvrijwilligers van Rotterdam. Al vinden wij natuurlijk dat iedere vrijwilliger daartoe behoort. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch een bepaalde keuze maken. Dus de 7 winnaars uit die 50 vrijwilligers, dat worden de echte topvrijwilligers van Rotterdam. Ik voorspel een hele hoop werk voor jullie. Ja, dat klopt. Maar wel heel erg leuk. Ja, maar jullie doen het ook nog vrijwillig zelf, hè? Klopt, ja. Wij werken allemaal bij Yes We Care als vrijwilliger. Dus deze verkiezing is echt voor vrijwilligers door vrijwilligers. En dat maakt het wel extra speciaal. Maar ja, mogen jullie zelf wel meedoen aan die verkiezing? Nee, wij mogen zelf niet meedoen. Nee. Dus je kunt zelf geen topvrijwilliger worden? Nee. Dat is jammer, maar wij doen het zeg maar voor de voldoening van de anderen. Helaas, dus. Nou ja, het is niet anders. Zeg, nog even alle gegevens. Waar kunnen mensen de informatie vinden om een topvrijwilliger aan te melden? Dit kunnen ze vinden op de website yeswecare.nl/topvrijwilligers. En uiteraard mogen ze ons ook bellen voor meer informatie. En het telefoonnummer is 010-212-3232. Juist. En als een bedrijf interesse heeft om met jullie eens wat te doen, om informatie te vragen van misschien kunnen we wel iets met het maatschappelijke ondernemen en Yes We Care. Ja, dat zou geweldig zijn natuurlijk. Dat is ook precies wat we stimuleren en waar we heel erg voor openstaan. Dan kunnen ze contact met ons opnemen via het telefoonnummer wat ik net noemde of via de website. En dan zullen wij met hen overleggen hoe we dit kunnen invullen. Heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Radio Rijnmond.